En dan, het feest van de democratie is voorbij. Het was weer genieten, lekker laat geworden. Ik werd wakker in het bed van een van die gasten van Jezus Leeft. Nou, zo'n feest, dus je kent... Sorry, er zit een haar in mijn mond. Wacht, hoor. Maar zoals met alle leuke feestjes is het de volgende ochtend wel even schrikken hoe de kamer eruit ziet. Tering, dit is alsof ze met een shotgun op de Teletubbies hebben staan knallen. De volgende stap is dan altijd de formatie. Oftewel het samenstellen van een coalitie die een regering kan gaan vormen. En traditioneel begint dat altijd met NOS-verslaggever Albert Bos... die kijkt wat er mogelijk is op basis van de exit poll. Beginnen we natuurlijk op rechts met de grootste partij. Dat is de VVD. Ja, dan is het natuurlijk logisch om de tweede partij daarbij te zetten. D66 komt erbij en dan doen we het CDA erbij. Die wil er denk ik misschien wel bij zitten. En dan ziet u wat er al gebeurt. Dan komen ze er dus overheen. Doe ik toch nog even de huidige coalitie, de ChristenUnie erbij. Dan ziet u, die hebben nu 80 zetels. Ja, de huidige regering zou dus gewoon door kunnen. En dat is logisch, die zijn gewoon heel knap ongeschonden uit die toeslagenaffaire gekomen. En de kiezer waardeert dat. Dus dit klinkt als een realistisch scenario. Maar Albert Mol zou Wouter Bos niet zijn als hij niet ook even keek naar de wat minder realistische scenario's. Dan beginnen we gewoon even opnieuw. Want we gaan toch eens kijken of we nog een keer over rechts kunnen met andere partijen. De VVD. Die ziet u nu vallen. Dan ga ik toch de PVV doen, ook al wil Rutte dat eigenlijk niet. Ja, het CDA wil dat eigenlijk ook niet, maar ze gaan ze er toch even bij doen. Want u ziet, ze komen nog lang niet bij die 75 zetelsgrens. Ja, wat kunnen we erbij doen? Misschien Forum voor Democratie? Ja, dat gaat de VVD niet willen, het CDA niet. Dus dat lijkt me bijna niet te doen. Ik doe ja 21 erbij. Dat kan wel in theorie. Maar in praktijk gaat dat ook niet gebeuren. Ja, je kunt ook stoppen met dit soort onzin, maar dat gaat in praktijk ook niet gebeuren. Nou goed, na 2 dagen coalitie-tycoon spelen gaat Albert Bos dan naar bed. En dan is het de beurt aan de verkenner. Of verkenster, want het kan ook een vrouw zijn natuurlijk. Maar dan doen ze er voor de zekerheid wel vaak 2. Dit keer zijn dat Annemarie Jorritsma en Kajsa Hollongren. En die praten nu met alle leiders van de partijen die in de Tweede Kamer zijn gekozen. En die komen dan langs en dan gaan ze ermee kletsen. Dag meneer Krol, wat doet u nou hier? Nou, 50 plus 1 zetel, toch? Ja, maar dat bent u toch niet meer? Ja, dan zinkt de moedje wel in de schoenen, hoor. Oh, ik ga die man zo missen. Hij begint een bed and breakfast, trouwens. Heb je dat gezien hier? Hij gaat een bed and breakfast beginnen en door met zijn strijd. Dat worden heel irritante ontbijtjes. Moet je je voorstellen. Nou goed, de volgende stap is een informateur en hij, of zij, want het kunnen er ook 2 zijn, leidt dan de onderhandelingen tussen de nieuwe coalitiepartijen. En uiteindelijk komt er dan een regeerakkoord waarin precies staat beschreven wat de regering de komende 4 jaar allemaal wel en niet gaat doen. En dat is superhandig, maar het is ook heel slecht voor de democratie. Dus daar moeten we het even over hebben. Want vroeger, en dan bedoel ik echt vroeger, toen had je helemaal geen regeerakkoord. Toen ging het gewoon om de inhoud. U ziet het. Naast mevrouw Schouwen aan Fransen zit professor Andriessen. Een vrij forse man. Dat geldt ook voor minister Bluns. En minister Veldkamp. En vooral ook de heer Biesheuvel. Ook minister Marijn en minister-president Marijn zelf trouwens. Is een fors gebouwd premier. Waarschijnlijk een van de forst gebouwdste premiers die wij sinds de oorlog hebben gehad. Daar komt de koningin. Nou, die heeft zo te zien ook goed ontbeten. Maar goed, het kabinet Marijnen was in 1963 het eerste kabinet met een regeerakkoord. En in die begintijd was het meestal maar een paar kantjes met gewoon wat afspraken, zodat de coalitie geen ruzie zou krijgen. Maar inmiddels zijn die regeerakkoorden uitgegroeid tot een dik boekwerk. Vroeger stonden daar dingen in als we gaan de komende 4 jaar abortus sowieso niet afschaffen, of we willen sowieso meer snelwegen. Maar inmiddels wordt elk detail vastgelegd. Hier, uit die van Rutte 3, er moest bijvoorbeeld 9 miljoen euro naar de behandeling van ex-Q-koortspatiënten en 2 miljoen naar het voorkomen van vechtscheidingen. Oké, maar hoe wordt dat dan verdeeld? He? Dat staat er dan niet bij. Ik zou denken 1 miljoen voor Marco en 1 miljoen voor Leontien. Want zij zorgde voor het geld en hij zorgde voor de hond. Ja, toch? Maar goed, wat stond er allemaal nog meer in? Wat vooral opvalt is dat heel veel maatregelen tot in detail zijn vastgelegd. Er staan ook bedragen in van 1 miljoen. Dat soort bedragen van 1 miljoen allemaal vastleggen, zegt toch iets over het onderlinge vertrouwen en misschien wel wantrouwen.
Al-premier Ruud Lubbers zei ooit, een regeerakkoord is gestold wantrouwen. Gestold wantrouwen. Ja, Balkenende die had het altijd over gekarameliseerde achterdocht, maar dat is toch iets minder blijven hangen. Maar goed, in het laatste regeerakkoord stonden dus zelfs posten van 1 miljoen euro. En dat klinkt als veel geld, maar voor de regering is dat alsof je gaat trouwen en dan in de huwelijkse voorwaarden zelfs de papieren servetjes verdeelt. En je kunt je afvragen, waarom doen ze dit? Nou, om geen gezeik te krijgen. Lekker alles van tevoren afspreken, dan ben je het vervolgens 4 jaar eens over elke cent. Dat is ideaal voor mensen zoals Rutte, die als enige doel hebben om zo lang mogelijk in het zadel te blijven. Maar minder ideaal voor de democratie. In 2017 was Herman Cenk Willink informateur en hij zei toen, doe nou kortere regeerakkoorden, dat is beter voor het vrije debat. En ook Johan Remkes pleit in een rapport van 384 pagina's voor kortere en minder gedetailleerde regeerakkoorden. Een heel goed rapport trouwens, ik heb het in 1 ruk uitgeprint. Maar als alles al is vastgelegd, waar is dan de Tweede Kamer nog voor nodig? Ik kan daar heel lang en heel kort over praten, maar het is hier al zo vaak aan de orde geweest. Het staat in het regeerakkoord. Het simpelste antwoord is ook, het is afgesproken in het regeerakkoord. En ook hiervan geldt, ik kan op mijn kop staan, maar dat is een afspraak die in ieder geval tot 2021 geldt. Ja, dit is staatssecretaris Blokhuis, die zijn beleid verdedigt in de Kamer. En die zegt dus eigenlijk, je kunt wel argumenten gaan geven, maar er gaat niks veranderen, want het heb gestaan in regeerakkoord. En het is nog een geluk dat hij Blokhuis heet trouwens en niet Punthuis, want anders kon hij niet op zijn kop gaan staan zonder om te vallen. En niet alleen het kabinet houdt zich aan het regeerakkoord, ook de Kamerleden van de regeringspartijen die verbinden zich eraan. Eens of niet, ze moeten wel braaf meestemmen met het regeerakkoord. Over sommige dingen mogen ze het zelfs niet eens hebben. Maar goed, in het regeerakkoord is nadrukkelijk afgesproken dat we het niet over het R-woord hebben, dus dat zal ik dan ook hier niet herhalen. Ja, nu wil ik het weten ook. Wat is het R-woord? Rimmen? Nee? Rutte-doctrine? Hypotheekhenteaftrek? Oh, rekeningrijden. Gadverdamme, dat zeg je toch niet. Maar goed, het regeerakkoord is dus heilig. Regeringsfracties die zijn eraan gebonden. Maar het allerergst is het voor de oppositie, want die kunnen dus ook niks meer aan het beleid veranderen. Eigenlijk weten we het allemaal al. Dit wetsvoorstel stond vast in het regeerakkoord. En er is geen enkele ruimte om nog iets te wijzigen in deze wet. Wat is afgesproken en eigenlijk staan we dit debat voor niks te voeren. Ja, het hele debat heeft dus vaak geen enkele zin. En dat verklaart misschien ook waarom je altijd van die app in de Kamerleden ziet. Trouwens, in their defense, op dit moment kwam er een nieuwe TikTok van Alexia online. Gaat dus iets niet helemaal goed, democratisch gezien. Hè? Stel je voor, je bent net 18, je hebt voor het eerst gestemd, GroenLinks bijvoorbeeld, of de SGP. Nou, dan gebeurt er eerst heel lang niks. De vorige formatie duurde 225 dagen. En dan heb je dus in november een regering en dan denk je, oké, eindelijk, het begint, laat ik eens zo'n debat kijken. En dan kom je er dus achter dat alles wat jouw partijtje inbrengt bij voorbaat kansloos is vanwege het regeerakkoord. Dan denk je toch ook, heb ik daarvoor gestemd? En dit hele betoog is niet een soort geniale ingeving van mij. Hè? Het wordt al heel lang geroepen. Nou, oké, het is wel een beetje een geniale ingeving van mij, maar het wordt ook al heel lang geroepen. Kijk hier maar naar en negeer even die meneer met die duckface op links. De afgelopen 3,5 jaar was het regeerakkoord van CDA en VVD zo strak dat je je af kon vragen wat onze Kamerleden nou eigenlijk nog konden doen. En als in de loop van de jaren blijkt dat als er een onderdeel in het regeerakkoord staat wat niet deugt, dan moet het erin blijven, omdat het er ooit is ingezet. Dat is een heel eigenaardig iets. Hoe dikker een regeerakkoord wordt, hoe meer er dus afgeregeld al is tussen de coalitiepartijen, hoe minder er vrij debat is in de Kamer. Ja, een regeerakkoord is net als Rafael van der Vaart. Mensen roepen al heel lang dat het dunner moet, maar in de praktijk komt er niks van terecht. En deze keer is de Kamer nog meer versplinterd, dus de neiging om alles vast te leggen zal nog sterker zijn, wat de coalitie ook precies wordt. Ik wil het trouwens nog wel eentje zien. Kunnen we nog eentje zien? Wat zeggen jullie aan die tafel? Ik wil er nog een zien. Ja, doe maar. Dan kan dat, hoor. Ja, doe maar. Ja, maar ja. Wat erop? Hè? Wat erop? Ja. Wat erop? Wat erop? Wat erop? Wat erop? Wat erop? Ja, wat? Doe iets met de ChristenUnie anders. Probeer eens met de ChristenUnie, ja. Ja. Je kan ook nog ChristenUnie vervangen door Volt. Misschien moeten we allemaal naar deze zaal komen. Dan wordt het helemaal... Oh, gezellig. Ja. Kom hier dan. Hé, kom dan. Ja, wat erop? Wat? Wat erop? Ja, kom dan. Kom hier dan? Oké. Gezellig. Het regeerakkoord zet de Tweede Kamer dus buitenspel. En daar is iedereen aan gewend geraakt, maar het kan ook anders. Dat zag je toen het kabinet was gevallen. Daarmee waren ze niet meer gebonden aan het regeerakkoord. Dus toen kregen we eindelijk de echte Tweede Kamer te zien. Die we dus bijna 4 jaar niet hadden gezien. En toen konden er opeens allemaal knotsgekke dingen, zoals het erkennen van de genocide op de Oeigoeren en de pil terugbrengen in het basispakket. Dat zijn dus dingen waarvoor al die tijd een democratische meerderheid was, maar die niet konden vanwege dat heilige regeerakkoord. Zo
moet het altijd gaan. He, dat die beslissingen echt in de Tweede Kamer worden genomen en dus niet meer in van die dikke regeerakkoorden. Bijkomend voordeel is dat het formeren dan niet ook weer 7 maanden hoeft te duren. En dat komt weer extra goed uit, omdat we midden in een pandemie zitten. Even terug naar het verkenningsteam, kijken of zij die urgentie al voelen. Hoe snel moet zo'n nieuw kabinet er zijn? Gisteren. Nee hoor. Nee hoor, nou liever wel hoor. Maar het is wel een beetje hoopvol, hè? Hebben we dan over 3 weken wel gewoon een kabinet? Het is complex, omdat er weliswaar heeft de VVD mooi gescoord en D66 ook. Maar er zijn ook heel veel partijen die niet zo mooi gescoord hebben. Ja, helaas hebben we ook nog te maken met een paar loser-partijen. Losers! Losers! Maar goed, dit zijn pas de verkenners. De enige die echt invloed heeft, is de Maarschalk. Of ik moet zeggen, de Markschalk. Om dat verschrikkelijke woord nog maar eens te gebruiken. Die wordt weer premier, dus die moet zorgen voor een snelle formatie en een dun regeerakkoord. Gelukkig heeft hij nog een trauma van de vorige formatie. Ik hoop dat het niet weer 7 maanden duurt. Nee! Nee! Ik heb hem even kijken, meteen hier. Nee! Ja hoor, daar is hij. Zo. Nee! Nou, daar ga ik de komende jaren nog heel veel... Oh nee! Oh. Maar goed, Rutte, die wil dus lekker opschieten en dat is fijn, maar dat zeggen premiers van tevoren altijd. PvdA-leider Kok wil het liefst een regeerakkoord op hoofdlijnen en niet te veel details. Het zou moeten gaan om een strategische afspraak op hoofdlijnen. Ik heb toen nog gesproken van een A4'tje als regeerakkoord. En Rutte zelf ook hier. In 2010 wilde Rutte een regeerakkoord van 10 A4'tjes. Dat werden er uiteindelijk 46. En hij wilde toen ook al lekker snel doen. Hoe lang mogen wat u betreft coalitieonderhandelingen duren? Ja, kijk, zo kort mogelijk. We hebben in Nederland formaties gekend van wel 200 dagen in de jaren 70, maar ook nogal in de jaren 90, toen Paars gevormd werd, duurde het heel erg lang. Dat kunnen we ons echt niet veroorloven. Ja, inmiddels is dat record uit de jaren 70 ruimschoots verbroken door Mark Rutte zelf. Dus laten we hem er deze keer echt aan houden. Hij moet gewoon snel gaan formeren, geen dik regeerakkoord, alleen de hoofdlijnen, lekker de Kamer zijn werk laten doen. We gaan hem vanaf nu helemaal kapot spammen met de hashtag #vorminderen. Of met de hashtag #max5kantjes. Hashtag #max4weken. Hashtag regeerakkoord. Hashtag Rutte4 op 1A4. Hashtag hou het klein. Je moet zelf maar even kijken welke je viral wil laten gaan. Ik heb dat nu 7 jaar voorgedaan. Dit zou je inmiddels gewoon zelf moeten kunnen. En om ze daar in Den Haag een beetje op gang te helpen, kunnen we misschien zelf alvast wat gaan puzzelen. Bij het grote scherm staat onze verkenner Tex de Wit. Tex, jij hebt alvast gekeken naar welke coalities er mogelijk zijn. Ja, want een nieuw kabinet heeft natuurlijk 76 zetels nodig voor een meerderheid. Dus stel, je begint met de VVD, 35 zetels, dat kunnen we wel even doen. Daar is de VVD. Maar daar ben je er nog niet. Er moet nog iets bij. Dus dan doen we D66 er ook bij. 23 zetels, daar gaat hij. Hatzee, daar zijn ze. Tex, het is geen touchscreen, hè? Volgens mij wel, hoor. Maar goed. GroenLinks, PvdA kun je er ook nog bij doen. Paars Plus, even kijken. Ja, daar zijn ze. Maar dat is 75 zetels, net geen meerderheid. Dus wat als we nou eens helemaal opnieuw beginnen? Iets wat waarschijnlijk niet gaat werken, maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de SGP met GroenLinks. Maar ja, er zitten weer allerlei nadelen aan, want die willen absoluut niet samen. En extra pikant, ze hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus dan denk je, we doen het zonder de SGP, doen we een minderheidsregering. Met alleen GroenLinks, dat zou kunnen. Maar dan moet GroenLinks alle 17 ministers leveren. En waar haal je die vandaan? Ja, tuurlijk, je hebt Paul Rozemuller, zekerheidje. Maar Femke Halsema is burgemeester van Amsterdam, dus die krijg je er niet zomaar weg, Arjen. Nee, dus oké, we beginnen opnieuw. Ja. GroenLinks eruit, doen we het leger erin. Dan heb je een junta. Een militaire dictatuur, zit je op 70 zetels. Net geen meerderheid, dus dan kun je denken aan Junta Plus met Denk en 50 Plus. Zit je op 74 zetels, is nog steeds te weinig. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Zullen we nog gekken doen ook? Ja, leuk. Misschien wel leuk, hè? Ja, ja. Paars Jan Huntelaar. Dat is VVD, PvdA, D66 en Klaas Jan Huntelaar. Maar ja, ook dat heeft weer nadelen, want dan heb je niemand op de vlak. Ja, oké. Dankjewel, Tex. Hij staat erop. Wat erop? Wat erop? Wat? Kom hier dan. Wat erop? Kom dan hier. Oh ja? Oké, laat maar. Genoeg mogelijkheden. Dus daar moeten ze gewoon heel snel uit kunnen komen in Den Haag. Dankjewel, verkenner Tex de Wit. En tegen de hoge dames en heren in Den Haag zou ik zeggen, schiet op, hou het regeerakkoord dun. En ik wil die nieuwe regering voor 1 juni op mijn bureautje hebben. Dit was de 1 na laatste zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week en tot volgende zondag. Vond je witte neuk filter? Kanoneer je man op Wit Kabaal. Of baat de gedichtjes achter in de torrent. Slik bier, word je te abonneren. Vlag hoor, boei.